Oké okay, mensen, welkom bij deze vakantievlog, kijkers. Ja, kijk eens, het is vakantie. Kijk eens, ja. Ik heb een lekkere trui aan, kijkers, zoals dit week. Even laarzen, kijkers, maar ik heb zo'n pijn aan mijn buik, kijkers, hoor je dat? Kijk eens, het is lekker weer buiten, kijkers. Dus ja, kijkers, het is een beetje... Oh, ik krijg een beetje pijn in mijn buik, jongens. Gaat die? Ja, gaat wel, hoor. Oh. Maar kijk eens, wat ga ik met jullie doen? Oh. Ik ga met jullie iets doen. Kijkers, ik moet echt gaan zitten, kijkers, want als je pijn aan je buik hebt, moet je een beetje gaan zitten. Maar kijkers, wat ga ik doen in deze vakantievlog? Ik ga even lekker een stukje naar buiten. Dus ja, kijk eens. Oh, wat is het toch geweldig buiten zeg. Oh, heerlijk. Is dat ik een hemd aan, maar ja. Jullie zien mij hier. In de spiegel, en dus dat. Ja. Even hulp daar, kijk eens. Oh ja. Dat moet je dan zien, kijk eens. Overal. Wie is daar? Kijkers. Oh my god. Oh. Lijkt als het ook zo warm is, kijkers. Oh my god. Geweldig toch, hè, kijkers. En dus dat. Ik trek deze kleren ook nog gewoon in de winter aan. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik heb hier dus hier. Hé, wat doet dit stoesje hier? Maar ik geniet wel, kijk eens, van de vakantievlog. Moet je jullie laten zien dat ik deze ring heb. Ja. Nu is toch wel de vraag, kijk eens of ik ergens buikpijn heb. Nee, dat is niet zo. Want jullie vroegen je verleden keer af van ja, maak nou een video of zo. En dat doe ik ook. Voor jullie. Maar, door wat kijkers ga ik jou nu iets laten zien. Jullie weten wel, dit ring kijkers, ik had geen ring meer zoals jullie het vele keer zagen in mijn video. Dus ja kijkers, dus dat is dus sowieso mijn eerste vakantievlog is er binnen. Deze kaart ga ik gebruiken voor de volgende keer in deze video. Gaan we kaartje checken. Zo, kijk eens, het voelt gewoon zo goed aan. Dat ik een vakantievlog opneem voor jullie. En dat zou dat buikpijn hebben, ik ook.
Ik heb nu het gevoel dat ik een schip moet laten, kijkers. Maar dat, nee, maar kijkers. Dit op dit passe staat dus dat tot 2024 geldig is. Maar ik ga gewoon nog door met het thema verhalen. Wat je nou wilt of niet. Oh ja. Oh nee, kijk eens, dat leek alleen maar zo. Jullie bedoelen daarmee het ringkijkers? Ja, ja. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen, kijkers. Ik heb gewoon buikpijn. Buikpijn in de eerste vakantievlog, kijkers. Hoe is het mogelijk? Ik heb wel eens gelezen, kijkers, als je buikpijn hebt, dan moet je scheiden of zo van geluk, kijkers. Ik begin er gewoon echt van te zweten, hoor, kijkers. Ongelooflijk. Ja, kijk, ze moet echt gaan scheiden, joh. Op dit moment. Op dit moment gaat het niet meer zo langer. Oh my god. Oh, het doet zo'n zeer. Oh my god. Wat heb ik zo'n buikpijn. Oh.